Goedemorgen beste kijkers en luisteraars. Welkom bij dit live gesprek. We zijn vandaag op bezoek bij meneer Ramotar Singh. Hij is econoom en tevens ex-voorzitter van de VES. Dus we gaan met hem praten over de huidige economische situatie in Suriname. We hebben laatst gezien dat de douanekoers is gestegen en we hebben vanmorgen ook een bericht gekregen dat Suriname een creditrating heeft gekregen van Moody's. Dus dat alles gaat u vandaag doorkrijgen in ons live gesprek met meneer Ramotar. Meneer Ramotar Singh, sorry, dan moet ik zeggen, hoe gaat het met u? Met mij uitstekend. Goedemorgen. Ja. Voordat we naar de actuele onderwerpen gaan, wil ik u toch deze vraag even stellen. Had Suriname het IMF nodig bij herstel van de economie? O ja, ja. Suriname had zonder IMF waar we nu in een, ik weet niet in wat voor diepe put we zouden zijn. Waarom? Niet omdat IMF zo geweldig is, maar omdat het feit dat je met IMF een programma hebt afgesproken, het vertrouwen gaf internationaal dat de schuldeisers van 3, zoveel miljard die ze bij ons te goed hadden, dat ze niet zijn gekomen om te zeggen waar is mijn geld. Want dan zouden we het niet kunnen ophoesten. Dat hebben we begint ik de bezittingen voor. Welke fabriek heb je? Welke haven heb je? Welke brug kan ik? En zo zouden wij onze bezittingen kwijtgeraakt zijn. Op de veiling internationaal aan de schandpaal genageld zijn. Dat hebben we kunnen voorkomen door met IMF een herstelprogramma af te spreken. En het vertrouwen, als je eenmaal met IMF 3 jaar lang gaat samenwerken, dan zal je wel na 3 jaar in staat zijn om je schulden allemaal te kunnen betalen. Daardoor heeft men geaccepteerd dat we die schulden niet hoefden te betalen. Daar heeft die regering natuurlijk misbruik van gemaakt, want we hebben niet de verdiencapaciteit ontwikkeld om ze nu, het programma gaat aflopen, om ze nu wel te kunnen betalen. We hebben allemaal gegokt op oil en gas. Gelukkig, Gadoji, gelukkig Aolimoni Okong. Het besluit is genomen, there is no way back, het gaat komen. Ja. Dus dat is het positieve nieuws. Maar als we kijken naar het verleden, dan zien we dat er zijn schulden gemaakt onder de vorige regering. Toen heeft deze regering de stap genomen om naar het IMF te stappen, om vervolgens een lening te nemen om die schulden af te betalen. Blijven we daar niet in een cirkel? En los van het IMF hebben we ook geld geleend bij de IDB. De tweede component van die samenwerking met IMF is natuurlijk die van die discipline. En daarvoor waren wij voorstander. Want wij kennen onze politici. We weten dat die allerlei leuke dingen aan de top willen hebben en die discipline niet gaan opbrengen om werkelijk te bezuinigen. Om het staatsapparaat inderdaad efficiënter en goedkoper te maken. Om die parastatale sector te verkleinen, et cetera. We wisten dat ze dat niet zouden opbrengen. Nou, die discipline van IMF gaat je wel dwingen. Maar we hebben ons daarin vergist. IMF wilde zo graag de regering accommoderen, waardoor ze die discipline niet hebben gehouden voor die regering. En het derde ding is, je mag geld lenen bij IMF voor een soft landing. En een soft landing betekent om die sociale pijn, want je economie is uit balans gebracht door die vorige regering, om die economie weer in balans te brengen, moet je natuurlijk wel wat ingrijpende maatregelen plegen. Bijvoorbeeld subsidies afschaffen, et cetera. Je staatsapparaat kleiner maken. Dat kost geld. En daarvoor was er geld van IMF beschikbaar. Amoni dati, hoe gebruik je maar een deel voor bouw aan reserve op? En dat andere deel hebben we gebost. We zijn gaan racen alsof ons leven ervan afhing. De laatste maanden gaat de president zelf elke maand op honeymoon. We hebben al 300 buitenlandse reizen gemaakt. We hebben 3 extra ambassades ingericht. Terwijl crisis daar zo. Baby, dit is een atoso. Maar we op een nieuwe ambassade. Dus we zijn verkeerde dingen gaan doen met dat geld dat we hebben geleend. Dus adjers die los schuld af. Bepaalde moest je wel gedeeltelijk aflossen. Dat waren kleinere dingen. Die waren we verplicht. Maar daarvoor zijn we meer dan 600 miljoen internationaal gaan lenen. Niet alleen bij IMF, maar ook bij IDB, Wereldbank en CDB. Dat was nooit de bedoeling van een samenwerking met IMF. Het was een soft landing om het niet te hard te laten aankomen bij die bevolking.
Als we kijken naar het jaar 2016, toen had Suriname ook al een economische neerval gekend. U bent daarmee bekend, toch? En toen hebben we zonder het IMF, is het de toenmalige regering wel gelukt om de economische groei te brengen en die inflatie toch redelijk te beteugelen. Waarom hebben we nu het IMF nodig? Waarom is die inflatie nu juist aan het stijgen? Aan het begin van de regeerperiode nu zien we dat het aan het dalen is. Maar waar hebben we nu juist het IMF nodig en toen hadden we hem niet nodig? Dus nogmaals, waar de, nu het IMF, dus 2020 hadden we het IMF eigenlijk alleen nodig voor die internationale schuldeisers. De rest, als je goed gedisciplineerde beleidsmakers had, had je IMF niet nodig. Als je voorbeeldige leiders had die eerlijk naar die bevolking hadden gecommuniceerd, van hoe taibere, oanjari, maar bakadat, oshia verbetering, had die bevolking ook zijn slag genomen. Dus je stelt dat de leiders niet eerlijk zijn? Sorry? Is stel dat de leiders niet eerlijk zijn? Ach, liegen en bedriegen en vliegen, dat is het wachtwoord van deze regering. Kunt u dat staven? Of ik dat kan staven? Vertelt je toch over hoe mijn schuld heeft afgelost? Ik kan u zeggen, de buitenlandse schuld is van 2,1 miljard US dollars naar 2,7 miljard. We hebben 645 miljoen extra geleend in 4 jaar. Dus de vorige regering bij Poring, ba un pore moro. Die SRD-dingen, we hadden 7 miljard schuld overgenomen in 2020. We hebben nu 23 miljard schuld. Dus we hebben nationaal en internationaal hebben we extra geleend. Dat is zo van we los schulden af. Dat is een leugen. De president stelt in zijn jaarrede dat we een economische groei van 3% mogen verwachten. Hoe kunnen we dat dan verklaren? Nee, misschien is hij helderziende. Nee, ik ga niet praten over verwachting. We hebben de groei van, naast die daling van 16 en het werd 2,8% in 2020-2021. Dus 18,7% drop in onze welvaart. Dus even binnen op 100 per bouw talibunu, dan zakken 18,5. Dan langzaam, we kregen 2,4 in 2022, 2,5 in 2023 en we verwachten nu misschien 3% in 2024. Ja. Maar per capita, want die bevolking groeit, moet er meer monden voeden, moet je 1,3% aftrekken. Dus 2,5 voor vorig jaar is eigenlijk 1,2%, 1,1%. Als we 1,1, 1,2, 1,5% iedere keer gaan groeien, hoe lang gaat het duren voordat we op het oude niveau kwamen, voordat deze regering overnam? Dus wat ik bedoel is, het is not only too late, it's also too little. Ja. Die groei stelt geen flikker voor, omdat het ons veel te lang gaat duren voordat we weer op het oude niveau zijn. Laat staan dat we welvaartsgroei gaan hebben. Ja. Dus om te zeggen, we zijn uit de crisis, we zijn uit het dal, we zijn uit het diepste punt. Maar we zijn niet uit die crisis. We zitten daaronder. We krenken, maar we het 10 jaar. Er worden ook termen genoemd, net als inflatie. Misschien kunt u de kijkers uitleggen wat inflatie allemaal inhoudt. Ook dat is ook een mooie verdraaiing. Of mijn mag dat leed om ze voeren. Anders kan je de man op brief memoren. Dat is een mooie verdraaiing. Maar zeg, we zijn begonnen met een inflatie van 61%, en nog een keer 60%, en nog een keer 55%, en dan 32%. En nu gaan we naar 11%. Behalve dat dat onwaar is, want mijn projectie is, op basis van de realisatie, is dat we op 13% zouden uitkomen. Maar nu die koers weer stijgt, dan we wel boven die 13% uitkomen. Dus je kan niet. Als beleidsmaker kan je praten over je prestaties, maar niet over je toekomstige dingen waar je nog niet voor gewerkt hebt. Ja. Dus ik hoop dat we inderdaad een lage inflatie hebben. Een normale inflatie internationaal is 2%, 3%. Dan pas ook aan Jopal ook toe. En wij zitten op 11%. En wij zitten nu waarschijnlijk rond de 13%. En als die koers nou zo doorgaat, want dat is een zorgwekkende ontwikkeling, als die koers zo door blijft stijgen, dan gaan we natuurlijk weer richting 20%. Ja. Maar om toch even terug te komen, wat is de definitie van inflatie? Inflatie is gewoon gemiddelde prijsstijging. Dus het statistiekbureau verzamelt alamoe en verzamelt de prijs voor 300 zoveel producten.
in de winkels op zoveel plaatsen. En dat de MyWigging voedingsmiddelen heeft een bepaald gewicht, transport heeft een ander gewicht, et cetera. Dat de MyMikwamp zijn. Want dat was het vorige maand, was het Kotak 100 en deze maand is het 101. Dus de inflatie van deze maand is 1% erbij. En zo over het hele jaar, dan moet je van begin van jaar, dan moet je eind van jaar, over het hele jaar is het 20% of hoeveel procent. Dat is gewoon hoeveel betaal ik meer voor dat pakket van goederen en diensten. En als zo, dus dan in een winkel, ook toe, huishuur, een vliegticket, al die dingen hebben een bepaald gewicht. De een wat groter dan de ander. Gemiddeld, de prijs stijgen dan zo'n 4%. Als we de statistieken van de ABS mogen geloven, met betrekking tot de inflatie, dan zien we dat het Algemeen Bureau voor Statistieken meetpunten eigenlijk alleen in het kustgebied heeft. De meeste meetpunten zijn in het kustgebied. Het binnenland wordt een beetje verwaarloosd. Dus is de huidige inflatie geen vertekend beeld, omdat de ABS niet alle prijzen van alle winkels in de verre gebieden in het bijzonder meeneemt. Het is lichtelijk vertekend, maar je kan niet verwachten van ABS dat ze elke maand komen als ze moeten en Stoelmans Eiland er ook nog bij gaan nemen. Dus het geeft wel een redelijk beeld, maar ik denk dat als je ook dat die verre gebieden die moeilijk bereikbaar zijn, dus die niet meegenomen worden in de meting, dat het iets hoger zou zijn, ja. Welke rol speelt de centrale bank in onze huidige economische situatie? De centrale bank is de stabiliserende factor. En ik moet je zeggen, ze spelen een bescheiden rol. Ze hadden wat mij betreft een actievere rol kunnen spelen. En de rol die ze spelen is eigenlijk een beetje loopjongen van het IMF met een bepaald model van geldverkrapping die eigenlijk een tikkende tijdbom aan het worden is. Waarom zegt u dat? Het zogenaamde OMO-beleid, dus open marktoperaties, dat we zeggen, men vraagt mensen met extra SRD, beleg bij mij bij de centrale bank en ik geef je een mooie rente en die rente mag je zelf bepalen en dan wordt het vastgesteld door de centrale bank en het is, we hebben zelf rentes van 90% gehad. 90% op je kapitaal, dat vind je nergens in de wereld, dat is ongezond. Maar oké, er was toen te veel SRD in omloop gebracht door die vorige regering. Bedoelt u cash SRD? Ja, dus nou, het gaat via de bank. Het gaat, uiteindelijk moet het gechiraliseerd worden, want alles gaat via de bank. Normaal dan gaan we zakken naar money in de centrale bank. Het gaat chiraal. Mm-hmm. Maar dus je hebt geld op je bankrekening en je zegt, ik wil beleggen 100.000 SRD. En men heeft het zo aantrekkelijk gemaakt, die rente, boven de 50%, dat mensen hun dollars zijn gaan omwisselen om SRD's te halen, om die te kunnen beleggen bij de centrale bank. Met gevolg dat die dollarkoers is gaan dalen, buiten de normale, wat je zou zeggen, evenwichtskoers. Dus toen we zagen dat die koers zonder echte reden, want die economie is niet significant gegroeid, zonder aanwijsbare reden gedaald is, met meer dan een kwart is die koers gedaald, van 39 naar 29 voor de dollar. Toen zeiden we, maar sanasani, want dit is geen evenwichtskoer. Maar je durft natuurlijk niks te zeggen, want eigenlijk moet je blij zijn als consument dat koers zakka. Ja. Maar als het niet stabiel is, heb je er niks aan. Want Lukusangopsa, binnen 8 maanden tijd, is hij wel weer met 5 punten gestegen. Dus hij is nu weer op 34 in die buurt. Dus als deze trend doorgaat, is bijna 3/4 SRD per week gestegen de afgelopen weken. Ja. Dus als hij zo doorgaat, zijn we eind van het jaar zijn we alweer op die 39. Dus mijn hoop dat we stabilisering ligt van de nou, want we hebben een stabiele koers nodig. We hebben geen lage koers nodig, maar ook geen hoge koers. Want je hebt evenwicht, die economie bestaat uit evenwicht. Lage koers is leuk voor die consument, maar Kira producent, Kira exporteur. We gaan niks verdienen aan onze rijst, van bakoven, onze vis, onze hout, Kira export. Dus je moet een balans weten te houden. En het zoeken naar dat balans, dat doet de centrale bank te weinig. Maar om even terug te komen op die open marktoperaties van de centrale bank. Je gaf daarnet aan dat mensen met heel veel kapitaal hun geld konden beleggen bij de centrale bank. En dat toen kregen ze echt van die hoge rentes uitgekeerd op hun oorspronkelijk kapitaal. Maar van waar haalt de centrale bank dan dat geld? Van waar halen ze de SRD's om die hoge rentes te betalen?
Okay, dus het is eigenlijk een soort piramide. Je portemonnee naar mee, het gaat weg uit die economie. Dus het is positief. De economie heeft niet te veel SRD. Je poer hebt en kieberen naar de centrale bank. En zolang het bij de centrale bank is, is er niks aan de hand. Het is uit die economie gehaald. Mooi rust. Maar ik bouw daarmee wel een schuld op, een renteschuld, die nu rond de 8 miljard is. Een schuld die de centrale bank moet betalen aan die eigenaren van het kapitaal. En dat betalen we mondjesmaat terug. Maar we vragen iedere keer om nieuw geld. Dus eigenlijk, rente zijn maar kiezen bij belegbakken. Dus er komt wel weer geld in omloop. Zolang het moment dat het stopt, het moment dat men niet extra belegt, ja, moet die rente weer in omloop gebracht worden. Hey, porra, pleibakken. En dat is mede aan het gebeuren nu. Nu die rente gedaald was naar 15% de laatste maand, anderhalve maand, is die rente naar 15% gedaald. En dan zie je direct dat mensen minder gaan beleggen. En dat ze zeggen, mijn poer, mijn money, mijn gebruik, mijn money, mijn omloop bakken. Dat noemen wij een tikkende tijdbom. Want Ino kan stoppen. Wat ik denk, ik kan je nu al voorspellen, is dat bij de volgende call, bij de volgende beleggingsmoment, dat die rente weer gaat schieten naar boven richting 40%. Kunnen we stellen, om die SRD te behouden, want anders komt die terug in die samenleving. Ja. En als die in die samenleving komt, gaat men om dollars vragen. Mm. En dan gaat die koers omhoog. Ja. Zijn die openmarktoperaties dan niet gewoon water naar zee dragen? Als eerste maatregel was het goed. Ik zou het niet openmarkt laten zijn. Ik zou hem beveiligen. Ik zou hem cappen. Ik zou hem nooit op 90 laten eindigen. Maar ik zou hem aantrekkelijk genoeg maken voor mensen om hun geld niet in een oude sok te houden of te gaan besteden. Ik zou het aantrekkelijk maken voor mensen om het uit die economie te halen. Maar ik zou nooit boven de 50% rente gaan. De douanekoers is recentelijk fors omhoog gegaan, mag ik stellen. Met 2 SRI. Maar als we kijken naar de Surinaamse economie, dan zien we dat we een aantal koersen hebben. We hebben een centrale bankkoers, we hebben een koers van de cambio, we hebben een koers van de douane, we hebben een zwarte marktkoers. Hoe kan dat verklaard worden? Het is niet helemaal waar. Het klinkt populair. Maar de cambio-koers en de bankenkoers, ik weet niet van de zwarte marktkoers, maar die zal er ook wel zijn bij de Chinezen. Of als jij je geld wil wisselen, is ook zwarte markt toch? Ja. Laten we zeggen dat dat er ook is, maar die is buiten beeld. Maar de cambio's, ik dacht 15 cambio's en ik dacht 10 banken, die rapporteren 3 keer per dag aan de centrale bank. En de centrale bank brengt die samen en neemt de gewogen gemiddelde. En dat heet de centrale bankkoers. De centrale bank heeft geen eigen koers. Het is een gewogen gemiddelde van die, laten we nu even wat gemak zeggen, die 15 spelers. 25 spelers, sorry. Zoveel. Ja, dus het is niet een andere koers. Het is dat gemiddelde van wat ik kom bij jou, cambio, en jij geeft me 35. Bij die andere cambio geeft 34,95. En allemaal hebben misschien een kwartje of een dubbeltje verschil. En dat samen wordt 3 keer per dag bij de centrale bank gerapporteerd. En dat wordt samengeteld. En dat heet de centrale bankkoers. Dus het is een misvatting dat die centrale bankkoers een andere koers is dan van cambio's en zo. Natuurlijk, elke individuele cambio of bank mag zijn eigen koers bepalen op basis van zijn eigen vraag en aanbod. Als iedereen, als jij nou zegt, hey, zoek een miljoen dollar, gimme. Dan moet je nou abing, dan moet je acties. Oké, maar dan moet ik wel een dubbeltje meer hebben. Dat akkoord ik kring. Zo werkt het vrije marktmechanisme. Met zijn kleine bobbeltjes. Omdat we ook een kleine markt hebben, zie je dat direct. In die grote wereld merk je het nauwelijks. Zou Suriname beter zijn zonder cambio's? Ik heb daar een heel lange stelling over. De cambio's zijn uit de hand gegroeid. De cambio's waren bedoeld als wisselkantoren. Om kleine hoeveelheden, kleine transacties te faciliteren. Ze waren nooit bedoeld om containers importhandel te financieren. Ze waren nooit bedoeld voor grote transacties van miljoenen. Als noem maar, Rubis zijn lading moet binnenbrengen aan benzine, dan moet hij langs alle cambio's lopen of alle banken lopen. Hoeveel heb jij voor me? Oké, 2 miljoen. Oké, 3 miljoen. Ik bedoel, de rol van de cambio's is verkeerd gegroeid. En nu zijn ze oppermachtig. Ja. Dus meer als je president zou draaien terug. Ja. Ik ben voorstander om de transacties bij de cambio te plafonneren tot een maximum van $500 of $1000.
Maar even, u zei daarnet dat de cambiohouders oppermachtig zijn. Wat kunnen de gevolgen zijn? Nee, de gevolgen zijn, ze zijn net zo machtig als banken. Misschien zijn één enkele nog machtiger, I don't know. Maar dat maakt eigenlijk, dat bepaalt die koers niet. Laten we even duidelijk zijn. Als je denkt dat een cambiohouder of een bankier de koers structureel kan opduwen of kan verlagen, dan vergis je jezelf. Want ze zijn in de business van buy-serie. Ze kunnen niet onbeperkt dollars blijven kopen. Want waar halen ze die SRD vandaan? Als je denkt dat ze een kamer vol met SRD's hebben in de achterkamer, is een misvatting. Dat bij serie. Dus ze hebben natuurlijk, allemaal hebben een buffer. En de ene grotere buffer dan de ander. Maar de banken hebben ook buffers. Groter dan de ene, groter dan de ander. Maar die kunnen niet onbeperkt blijven kopen. Dus als je buy kan, je kan hem opdrijven een week lang. Maar dan ben je uitgeput, dat je woont niet ba. Dan zei je, doe bakadati. Investeren in bakken toch? Ja. Dus nee, het werkt niet. Tijdelijk kan de cambio of een bankier kan zeggen, hey, ik heb $10 miljoen nodig. Kan die koers met een paar SRD's zelf omhoog gestuurd worden. Maar die week daarna zakt hij weer, want niemand kan, anders gaat het kunnen betalen. Nee, maar meneer Ramotarsing, als we naar de praktijk kijken, dan zien we dat heel wat van die cambiohouders gelinkt zijn met de ondernemers. Dus andere grote bedrijven, dus ze kunnen misschien hun voorraden aan US dollars of SRD makkelijk gewoon bijvullen. Heeft u daaraan gedacht? Ja, makkelijker bijvullen zou kunnen, I don't know. Maar er is bij mij, ik bestudeer deze ontwikkelingen, is bij mij nooit gebleken dat één cambio of meerdere cambio's in staat zijn geweest structureel die koers omhoog of omlaag te drukken. Wil je me zeggen dat die cambio's hem teruggebracht hebben naar 29? Nee, dat stel ik niet. Of wil je me nu zeggen dat die cambio's hem nu naar 34 brengen? Nee, maar nee, soms zie je wel, kijk, soms zie je wel. Goed om te weten, ook die volumes, hè. Ja. Welke volumes, om welke orde van grootte gaat het? Het gaat erom dat en wat er nu gebeurt is, gewoon, die OMO is ineens niet meer zo aantrekkelijk geworden met die 15%. Dus je gaat die OMO weer zo doorgaan, ga je die OMO-rente moeten verhogen. Nee, maar kijk, meneer Ramotarsing, in de praktijk, als we zien dat bijvoorbeeld de koers bijvoorbeeld daalt, misschien ja, naar 29, ik heb het persoonlijk meegemaakt, dan heel wat van die cambio's, die verkopen dan geen dollars wanneer die koers heel erg laag is. Ze kopen het alleen maar op. Ja. Ze verkopen het niet. Al hebben ze het in voorraad misschien, dat weet ik niet, maar ze verkopen het niet. Dat zou ik ook doen als ik verwachtte dat dat de bodem was. Maar als je, laten we zeggen, die koers is 35, dan bij 35, dan maar de 34, dan maar de 30. Dan las je toch, dan heb ik dollars voor 35 gekocht, terwijl de waarde 30 is. Nee, het is niet waar dat cambio's gespeculeerd hebben naar beneden. Het is ook niet waar dat cambio's speculeren nu naar boven. Dus cambiohouders speculeren niet? Ze kunnen speculeren, maar het is afhankelijk van of ze een klant hebben die zegt ik heb $10 miljoen nodig voor een bepaalde import. Ja, dan gaan ze opbieden, dan gaat die koers omhoog. Dus de cambiohouders kunnen wel degelijk de koers omhoog sturen? Maar beperkt en niet duurzaam. Beperkt en niet duurzaam, maar wel. Maar wel, ja tuurlijk. Als ik nu een cambiohouder nu bel en zeg ik heb $20 miljoen nodig, is die koers morgen 2 SRD hoger. Zo simpel, want iedereen gaat zoeken. Allemaal Fini, even koerskring. Ja, oké. Okay. Om nu naar de douanekoers te gaan, want die is met 2 SRD gestegen. Onder welke factoren is deze koers onderhevig? Is die douane, dat is ook een misvatting. Ik begrijp van de regering niet. Ja, maar misschien kunt u dan die helderheid geven. Misvatting. Die douanekoers is die centrale bankkoers, maar over 2 weken gemeten. Dus elke 2 weken wordt die centrale bankkoers vastgesteld en wordt omgezet in een douanekoers. En die douanekoers heeft maar beperkte invloed op het prijsspel, omdat de douanekoers eigenlijk alleen maar invloed heeft op de invoerrechten, de rechten die je op de haven betaalt. Ja, dus de dingen die je aan de staat moet aflossen. Het betekent niet dat het heeft geen relatie met de koers. Het is een rekeneenheid. Zorgwekkend is dat die douanekoers met 2 gestegen is, omdat die koers, de centrale bankkoers met 2 gestegen is.
Die koers is in die 2 weken met 2 gestegen. Dus die douanekoers moet vastgelegd worden 2 SRD hoger. Maar hoe kunnen we dat verklaren, dat de koers met 2 SRD gestegen? Dat betekent, belangrijk is, de mensen gaan wisselen geen dollars meer om SRD's te beleggen in OMO. Ja. Omdat die OMO-rente zo fors gedropt was. En als men niet die rente omhoog gaat brengen, ver boven inflatie, is het niet interessant voor mensen om in dollars om te wisselen. Dan gaan ze nu die SRD weghalen, ik heb rente gehad, ik zet hem weer om in dollars. En dat wil zeggen, ik ga bieden op die dollar, gaat die dollar omhoog gaan. Moet er misschien ook een valutawet komen? Of? Maar als je denkt dat je dit soort geldstromen en waardestromen met een wet gaat kunnen corrigeren, dan heb je geen verstand van economie. Hoeveel presidenten hebben niet geprobeerd koersen omlaag te praten of omlaag te zingen? Misschien niet om omlaag te brengen, maar gewoon om die stabiliteit te brengen op de markt. Als je met een wet een stabiliteit had kunnen brengen, dan was die koers toch altijd de hele wereld toch hetzelfde. Als het zo simpel was. Nee, de koers is de verhouding tussen lokale SRD's versus dollars, versus valuta. En die valuta krijg je door je exporten. Heb je exporten, veel exporten, dan wordt je SRD steeds meer waard. En dan kan je dus meer met je... Dus je moet je economie moet je verbeteren, je productie moet groeien en dan kan die koers droppen. Ja, maar we zien ook dat heel veel ondernemers en mensen die huizen bezitten, hun diensten verlenen in US dollars, hun producten prijzen in US dollars. Dat legt de extra druk op die dollar dus. Mensen, de bevolking, die gaat dat dollar zoeken om een huishuur te betalen. Dus dat kan die koers ook gewoon omhoog stuwen. En een wet zou handig zijn, misschien, ik weet het niet, ik ben geen jurist, maar een wet zou misschien handig zijn om dat evenwicht te brengen. Maar dat is toch al de afgelopen 50 jaar zo? Dat is toch niet veranderd deze week? Nee, bovendien, hoe vaak hebben we geen discussies gehad in het parlement, overal, van tapas aan en huur en dollar. Als je mij $200 huur niet wil betalen in dollars, mijn SRD, tegen de koers van vandaag. Ik geef mijn money tide. Mijn longo naar cambio of naar mijn bangi. Mijn brokken in dollar. Het is hetzelfde effect. Ik zoek alleen dollars wanneer ik twijfel aan de waarde van mijn SRD. Maar als mijn waarde van mijn SRD gelijk blijft vandaag, morgen, overmorgen. Saide mogo suku dollar. Okay. U bent econoom. Hoe kunnen we het dan gelijk houden? Door meer te produceren, dan kan je een stabiele koers verdienen. Wat we nu doen, we consumeren meer dan we verdienen. We kunnen het aanvullen nu met leningen. De vorige regering heeft het gedaan. Deze regering heeft het toch verder verhoogd. We kunnen het zolang we kunnen lenen. Dala, ik coincide daar. Een koers kan dan redelijk stabiel. Maar het is een tijdbom, want een keer moet je die leningen terugbetalen. We wachten natuurlijk op de oliegeld, maar... Het is niet zelf verdiend. Je moet wel je structuur van je economie zodanig maken dat je niet van geluksfactoren afhankelijk bent, maar van prestatie. En we hebben geen enkele andere prestatie, geen enkele sector is er een verhoogd verdieneffect. We hebben nu bij de goud wel een kleine opleving, omdat die goudprijs sky high is, boven de $2600. Dus er zijn wel veel gouddollars in omloop. Je ziet ook wel zichtbaar mensen kopen. Er is een kleine groep die related is aan de goudsector, die een hoge koopkracht heeft, omdat die dingen is met meer dan een kwart gestegen in een jaar tijd, is die prijs van goud zo gestegen. Nou, dan heeft men gewoon een windfall gain, een toevallig voordeel, nou, dat wel afhoe. Maar de rest van die samenleving die niet goud related is, die heeft het nakijken, want die heeft dat voordeel niet. Om nu te gaan naar de FID, het is positief nieuws. Hoe zullen de komende 10 jaren van Suriname eruit zien? Wat voorspelt u? U bent econoom. Het hangt helemaal af. Kijk, met Akazan vaak niks maar begreep. Je hebt 3 factoren die bepalen je duurzame welvaart. Of je Pina, of je Gudu, of je Dami Indri. 1 is factor met elkaar altijd goede bestuurders, goed bestuur en goed geluk. Een goed geluk hebben we gehad. De FID is getekend. En uno rokofing na gadoji. Uno pota oli da peinase. We hebben het cadeau gehad, gratis. Goed geluk. Dan moet je goede bestuurders hebben die in staat zijn dat goed geluk, abon is ook goed te besteden, zodat het inderdaad duurzame welvaart oplevert.
Maar dat derde factor, naar goed bestuur. Want goede bestuurders alleen in deze structuren die we hebben van bestuur, gaat niet lang duren. Die goede bestuurders komen in allerlei verleidingen, omdat we gecorrumpeerde structuren hebben. We hebben een staatsbestel dat zoveel macht geeft aan de uitvoerende macht. Er is geen balans in, er is geen transparantie, er is geen controle. Checks en balances laten na 49 jaar ons nog steeds niet duurzaam profiteren van die hulpbronnen. Dus een derde factor naar goed bestuur. En dat is, krijg je wanneer die goede bestuurder, die we straks in mei volgend jaar weer mogen aanwijzen. We selecteren zo'n soort man, soort vrouw. Als we ze aanwijzen en ze zijn integer, dan kunnen ze ook die structuren verbeteren. Zodat ook dat in duurzame welvaart wordt omgezet. Nou, Drisani, geluk, de man naar het systeem. Je hebt het zo mooi gezegd, goede bestuurder, goed bestuur. Hoe moet dat bestuur er eigenlijk uitzien? Als we kijken naar bijvoorbeeld Nederland, die heeft jaren geleden ook te maken gekregen met het Dutch disease. U weet daarvan. Venezuela, die zit een beetje op zijn gat. Hoe moet dat bestuur in Suriname er dan uitzien, zodat we niet als een Venezuela belanden? Ja, nee, daar zijn boeken over volgeschreven, maar economen weten daar alles van. Anti-Dutch disease beleid is niet een nieuw ding, is een standaard pakket die je moet afdraaien. Je moet zorgen dat je economie niet oververhit raakt. Zorg ervoor dat je een deel van de extra verdiensten uit die economie haalt, want je economie oververhit. Kijk, dat is wat nu aan het gebeuren is in Guyana, oververhitting. Kunt u een beetje duidelijkheid geven? Dus er is zoveel geld in omloop, men gaat zoveel geld willen besteden in een korte tijd, dat alle dingen duurder gaan worden en daardoor voor een groot deel van die economie ondraaglijk wordt. Je hebt niet genoeg cement, je hebt niet genoeg grond, je hebt niet genoeg trucks, dat soort dingen. Je wil dat voorkomen, dus moet je een beetje langzamer laten groeien dan het geld het zou toelaten. Dus een deel moet je buiten je economie houden en beleggen, waardevast duurzaam beleggen. En een deel moet je in Suriname stoppen in de basissectoren. Bijvoorbeeld voor de lange termijn is onderwijs gigantisch belangrijk. Om van je onderwijs te kunnen genieten moet je gezond zijn, dus gezondheidszorg. En dan moet je je infrastructuur doen. En dan geef je ook projecten van een brug hier, projecten die productie ondersteunend zijn. Dus een weg die leidt naar een bron, naar een plantage dat zoveel hectare productie gaat leveren, is alleszins verantwoord. Een weg die, anyhow, alle dingen die productie ondersteunend zijn, zijn goed. Maar dingen die leuk zijn voor de bevolking, een mooie brug, maar niet echt waarde toevoegt, geen terugbetaalcapaciteit genereert, moet je voorlopig niet aan denken. Terwijl we gaan naar een hotelband, we rijden allemaal in een hummer, dat kan trouwens niet. Maar voorlopig, ten eerste, we hebben het, maar even hebben een pippe in. We moeten er zuinig mee omgaan en effectief inzetten. Daarvoor heb je goede bestuurders, eerlijke bestuurders nodig. Deze bestuurders die we hebben gehad, en die zien Wang, afgelopen 49 jaar, hebben eerst aan zichzelf gedacht. En dan pas kwam het volk. We moeten bestuurders hebben die zeggen, ik kom voor het volk. Mijn eigen belang is ondergeschikt. En ik doe alles aan transparantie, maar kijk in mijn Siribi camera. Want ik ben dienaar van jou. Ik werk voor jou. Mijn kibrinex. Vraag aan deze bestuurders. Er is een anticorruptiewet. Vraag aan ze hoeveel van ze aan die anticorruptiewet voldoen. Hoeveel hebben hun vermogen vastgelegd? Zodat als morgen een onderzoek komt, dat we weten, je had maar 200 en nu heb je ineens 2000. Peepura een verschil. Nee, het is nergens vastgelegd, dus we gaan ze ook nooit kunnen vastzetten. En daarom willen ze het niet. Ik kan je zeggen, deze president heeft mij in augustus 2020, toen ik vroeg, maar president, anticorruptiewet, what about? Wanneer ga je met je gevolg, met je hofhouding, je vermogens vastleggen? Toen heeft hij gezegd, voorzitter Ves, uiteindelijk dat wie bij de voorzitter. Ik kan u beloven, binnen 6 maanden, ik heb een commissie aan het werk gezet, binnen 6 maanden ga ik mijn vermogen vastleggen. Dan gaat hij dit. Wat denk je? Dus het gaat over lee. Maar kijk in mijn ogen, dan maar lee je me. Voor zo'n beetje kan wij lepen, gras de gro. Ja, u haalde daarnet een heel mooi voorbeeld aan van Guyana, die oververhitting van de economie. Het is een realiteit. Het kan gebeuren in Suriname dat een kleine groep
de personen die dicht bij het vuur zitten, bij de oil and gas sector, de personen op de boorplatformen, et cetera, bij de grote maatschappijen, dat hun salaris echt op gewoon op internationaal niveau gaat zijn. En dat ze meer kunnen uitgeven, meer kunnen consumeren, meer kunnen kopen. Dat kan een desastreus gevolg hebben voor de Surinaamse economie. Het gaat de prijzen opdrijven, de prijs van gronden gaat opgedreven worden, de prijs in de winkel gaat opgedreven worden, alleen maar om het feit dat de kleine groep in Suriname gewoon heel veel geld heeft. En voor bepaalde beroepen ga je geen arbeiders kunnen vinden, want die mensen kregen in bijvoorbeeld, ik heb een voorbeeld van Fernandes in Guyana, die zegt, minimum of een truckchauffeur voor leveren in Brede, in Georgetown. Ja, met dat man zag in een paar man boeren, maar dat nou een paar man uit die barkie om dollars. Maar dat is toch een redelijk salaris, maar nou maar die mannen kunnen $200 per dag krijgen als ze grind gaan rijden. Dus je ontregelt die economie. En Dutch disease, laat me de andere kant van Dutch disease, is dat zwakke sectoren kapot gaan. Dus ik hou mijn hart vast voor onze landbouwsector. We tak wat potentie, maar het enige wat we hebben is grond. We hebben geen kennis meer, onze kennis is ouderwets wat landbouw betreft. We hebben nauwelijks technologie, we hebben niet bijgehouden. We hebben nauwelijks arbeiders die zin hebben om in het veld te werken. Er zon, regen, slangen, bijen. Dus we hebben die pre die we vroeger hadden al bijna niet meer. Dus we deden in landbouw, deden toerisme. We hebben leuke plekken, maar we hebben het niet ontwikkeld. Daarvoor moet je massief investeren. En we hebben het nog niet gedaan. Het gaat misschien een keer komen. Maar, en dan ga je zeggen, ja, maar Dubai is ook niet in een jaar opgebouwd. Het gaat 50 jaar kosten. Maar dan moeten we wel nu beginnen. Ook een heel ander belangrijk onderwerp. De rol van staatsolie op de Surinaamse of in de Surinaamse economie. Staatsolie is betrokken in verschillende sectoren. Kijken naar de energiesector, oliesector. En ze distribueren ook een, ze hebben go-to. Ze hebben eigenlijk bijna een beetje een monopolie. De staatsolie is een goed draaiend bedrijf. En levert behoorlijk wat geld voor de staat op. Of het efficiënt gedraaid wordt, dat kan ik niet beoordelen. Ik ken de interne werking niet. Maar het is inderdaad te veel macht in één hand. Dus ik denk wel dat je moet de rol van regulator, dus de rol van de staat en de rol van het bedrijf dat produceert olie, dat produceert goud, dat produceert stroom. Die drie belangrijke producten, cruciale producten, dat je die producent moet loskoppelen van de dirigent, de regulator. Dat moet bij de staat blijven. En dat kan in een apart instituut. We praten over Mineralen Instituut, Noordjes van Tranning. Maar je moet hem weghalen bij staatsolie. Staatsolie moet zorgen voor profit, moet winst geld opleveren voor de staat. Maar moet niet gaan reguleren. Ja. Want het kan ook zo zijn dat de macht van staatsolie misbruikt gaat worden. We hebben het gezien bij de energieprijzen dat staatsolie hun olie een beetje duurder heeft verkocht aan de EBS. En daardoor met als gevolg dat de stroomprijzen wat zijn gestegen. Dat is wanneer er onvoldoende evenwicht is. En inderdaad is staatsolie een te grote lillekoe geworden, een machtsfactor geworden. En kijk hoeveel moeite het heeft gekost voordat ze een paar stapjes terug konden doen. Mijn complimenten aan de heren van de vakbeweging die zijn blijven hameren op. Die stroomkosten moeten inderdaad efficiëntiekosten zijn en geen verspillingskosten. En ik denk dat ze in de goede richting zijn gegaan. Ik denk niet dat die stroomprijs veel lager gaat uitvallen, maar dat is een ander verhaal. Tot slot, meneer Ramotarsin. We weten dat in Suriname de economie afhankelijk is van voornamelijk twee exportproducten, goud en olie. De wereld zit namelijk ook in een energietransitie, een economische transitie. We willen overgaan tot groene energie, op een groene economie. Suriname heeft ook een mondiale verantwoordelijkheid. Hoe moeten we ermee omgaan? Ik hoop dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Bijvoorbeeld door naar strand naar Aruba of naar Kerso. Of bij de Maidong à la Lazy, Honeymoon. Laten we kijken hoe we onze eigen, te beginnen met energie, maar onze eigen problemen hier aanpakken. Op een duurzame manier. En geen brandjes blussen zoals we dat constant doen. Elke week hebben we wel een nieuw brandje te blussen. Een nieuw schandaal op te lossen. Laten we ons focussen op hoe herstellen we die economie, hoe geven we die economie weer nieuwe impulsen,
zodat we duurzaam een bredere economische basis kunnen hebben. Olie money, boendak olie money, oil and gas money, kong, oh je hebt gevaarlijk. Maar een structuur voor bouwen, een brede economie, een stabiele economie. En dat is afhankelijk van olie money. En dat is afhankelijk van olie. En juist, je moet ander beleid gaan maken. En dit geld ervoor gebruiken om hem te stoppen in de dingen die duurzaam zijn. Hier hebben we veel geld en daar hebben we te weinig geld. We moeten onze landbouw gaan subsidiëren, nou, tijdelijk, niet permanent. En die producten gaan maken die op termijn goedkoper kunnen worden geproduceerd. Voor de wereldmarkt. Dat wil zeggen, je moet kunnen concurreren. Daarvoor moet je ze wel op gang helpen, dat vraagt subsidie. Dus daarvoor moet je geld stoppen en niet in showprojecten. Dank u wel, meneer Ramal Tarsin. Dat was heel duidelijk van u. Kijkers, zo, dan heeft u dat gehoord van de econoom meneer Winston Ramal Tarsin. Hij is ingegaan op de actuele economische ontwikkelingen van Suriname. Dank u wel voor het willen kijken en blijft u afgestemd.